net gearriveerd in Dallas, Texas. Vanavond ga ik straks van Fables ons halen. Morgen gaan we nog een dagje cowboy dingen doen. Dan reizen we naar Bentonville om daar een koersje te gaan rijden zaterdag. Twee terroristen zijn mee. Die willen graag mee om cowboy dingen te doen. Dus het wordt een tof weekje. Lekker weer. Mooi parcours hoor ik. Dus daar weer cijfertje 10. Kan niet op. Goede accommodatie. Wij gaan genieten. Of niet, Tess? Ik was eerst van plan om met Jens te gaan, alleen met mijn oudste zoon. Omdat die wedstrijd het laatste weekend van de herfstvakantie is. Dus ja, dat kwam mooi uit. Dan kwam hij in de herfstvakantie mee met papa. Maar ik was wel een beetje aarzelend met tickets boeken, want hij is nog maar 10. Nou ja, Amerika is toch wel een eindje aan de andere kant van de wereld. Hij spreekt redelijk Engels, maar ik zeg, papa die gaat toch wel een vlucht boeken. Dus ik wil nu wel even zeker weten of je echt samen met papa mee wil. Nou papa, wat gaan we allemaal doen de week? Ik zeg, nou ja, we gaan naar Fabian, we gaan met die roadtrip doen, met die mooie auto. Oké, papa, zegt hij. Dit zijn alle voordelen. Vertel me nu ook maar de nadelen. Nou, ik zeg, ja, het is lang autorijden, lang vliegen. En tijdens de wedstrijd moet je toch wel even een uurtje of 5 alleen zijn. Want zo lang duurt de wedstrijd. Ik kan in de Specialized tent. Ik ken wel genoeg mensen van Specialized. Je kent Bill, had ik gezegd, Fabian. Dus ik kan mooi bij hun blijven. Maar je bent toch wel even alleen, zonder papa. En die dagen daarvoor moest ik natuurlijk ook af en toe een beetje trainen. En hij was zo'n beetje aan het twijfelen. En toen zegt die jongste opeens, nou papa, zegt hij, als je eens niet wil, ga ik wel met je mee hoor. Die 7. Nou ja, toen was het natuurlijk tegen Jens Serenbeen. Die dacht, oh, mijn broertje die gaat dat snoepreisje inpikken. Toen zei hij, nee, ik wel. En toen zei die jongste, die zei toen, ja, maar papa, wat moet ik dan doen als Jens een hele week weg is tijdens de vakantie? En toen keek ik Tessa aan, mevrouw. Ik zeg, lief, ik zeg, waarom ga jij eigenlijk niet mee? Dan gaan we met z'n allen. En zo is dat besloten, echt in een kwartiertje hier aan het avondeten op een maandagavond. Want Bodie wilde wel mee en ze zei, ja, Lau, je bent nu 41, hoe lang ga je dit nog doen? Nu kan het nog, laat het maar doen. Ja. Wil je nu voorin of achterin zitten morgen? Achterin, hè? Lekker chillen. Woensdag, dagje Dallas. 's Ochtends ben ik gaan fietsen met een groep mensen. Had Fabian geregeld vanuit de fietsenzaak in Fort Worth. Een uurtje in. 33,5 gemiddeld. Die mensen rijden door. Hoppa! Woensdag was een lange roadtrip naar Bentonville, van een uurtje of 5-6. Wat met kinderen gewoon langer duurt dan gewoon. Dus we zijn toen woensdag eerst die honkbalhandschoenen gaan kopen en allerlei honkbaldingen, zodat ze tijdens de reis op ieder honkbalveldje wat ze konden ze dan spelen. Het is 5 uur 's avonds, maar we gaan eerst baseballen en daarna gaan we lekker eten. Hé Bo? Oh, laat eens zien je Gatsy Glove. Die is vet zeg. Die is toch vet die je hebt gekocht. Heel mooi. Op een gegeven moment word je wel een beetje gefocust op die koers op vrijdag. Ik ben ook nog wel een uurtje op bed gaan liggen volgens mij. Dat ik dacht, nou ga ik even een uurtje tukken, weet je wel. En Fabian die hield zich dan bezig met de familie, dus dat scheelt ook wel. En Tessie is daar ook wel goed in natuurlijk. En die weet ook wel dat ik ook toch wel gewoon wil presteren. Dus eigenlijk 50-50 familie koers. Ja. Dag voor de koers. We slapen in dat huis. En we hebben net een lift gevonden. Papa moet zitten, hè? Oké. Okay. Kijk, daar... Waarmee we deze gasten even naar beneden gaan. Life is better at the lake house, hè, Bodhi? Ja. Hey, ik ga jullie even heen praten wat ik nou allemaal weer meeneem morgen tijdens Big Sugar. Extra vullingen voor mijn plug, gaan jullie zien. Ik ben echt voorbereid. Ik heb er 16 mee in totaal. Telefoon is verplicht. Lampje is verplicht. $100 voor de taxi. Oké. Wat ga ik eten? Eerste uur, wil ik altijd lekker wakker worden, pak ik 100 milligram cafeïne, drinkmixie van Morten, 2 bidons met Nuun, 2 bloksies en een cafeïntje van Morten, 3 extra CO2's, laatste bevoorrading, 2 uurtjes te gaan nog, 1 Morten, 2 bloksies. Dit is wat ik meeneem morgen, nummertje 54, en kijk mensen, het staat er gewoon op, zoals ik al zei in de podcast. No cutting, no bending, no rapping, no joking. Oké. Hey Jens. Hey Bo. Lieverds, we moeten opstaan.
veel baseball spullen, hè, Bo? Race day, 6 a.m. 6:07. Nou, Big Sugar is echt een echte gravelwedstrijd. Hij was voor mij iets te kort. Hij is 100 mijl of 160 kilometer, maar het is een Bentonville. Wat eigenlijk een beetje cycling mecca van Midden-Amerika wil wonen. The spirit of gravel, ladies and gentlemen. We've got the spirit of gravel alive. Tegen de mensen. Eigenlijk niet zoveel te zeggen tegen de mensen. Ik hoop gewoon dat we snel gaan starten. Chunky gravel, veel korte klimmetjes. Eerste 10 kilometer of 9 mijl, dus eerst 15 kilometer is op asfalt. Dan heb je echt heel veel gravel. Probeerden ze nog een soort taak mee te geven om op de rustpauzes ook misschien wel een bidonnetje te geven aan papa. Maar ze zeiden, papa, als daar veldjes zijn om over te gooien, dan gaan we gewoon lekker honkballen. Die wedstrijd geloven we wel. Maar gelukkig hebben ze me volgens mij wel één rustpauze of één van de bevoorradingen hebben ze me gezien. Hoi, papa! Kom op, papa! Dat is een koers die 5 uur duurt. En daar schrikt niemand meer van. Dus dan gaan ze knijterhard van start. En ik weet gewoon, het ging gewoon te hard voor me in het begin. Ik ben echt zo'n diesel. En het was meteen hard starten en trapte meteen op mijn adem. En ik, om eerlijk te zijn, na een half uur kansloos gelost. En toen reed ik eigenlijk wel met de balen in mijn lijf. Maar ik geloofde er eigenlijk niet echt meer in. Want omdat ik eigenlijk al de hele dag met de balen in mijn lijf reed. Alleen toen, ja, ik kon het ook bijna niet geloven. Toen volgens mij op het laatste stuk asfalt. Zag ik opeens 2-3 man voor me rijden en ik ja, achteraf werd ik volgens mij 11 of nee, ik werd 12e, maar dat waren de nummer 10 en 11. En volgens mij de nummer 7 tot en met 9, die rijden ook maar een minuutje daarvoor. Dus achteraf sloeg ik me gewoon voor mijn kop dat als ik iets meer had geloofd in het hele verhaal die dag, dan had ik misschien nog wel echt een korte prijs kunnen rijden. En nu werd ik 12e. Achteraf had er misschien iets meer in gezeten, maar ik weet wel dat de conditie was ook niet zoals in Unbound. Want ik heb na mij zoveel dingen gedaan. Ik ben geen profielrenner meer geweest, meer een lifestyle sporter die nog wel goed zijn best doet op de dag zelf. Maar de dagen of de maanden daarvoor niet doet wat hij moet doen om echt top te zijn. Dus dat was wel een acceptatie. En ik kwam over de meet en mijn vrouw stond daar. En die twee jongens die waren weer in het parkje die bal aan het overgooien. Er staat nog een filmpje op mijn Insta volgens mij dat Jens ook volgens mij binnen 10 minuten na de wedstrijd volle bak een fastball op mijn hand gooit. Dat ik denk, ik zal hem je geven dat ik echt denk, god. Ja, ik heb lang over nagedacht of ik volgend jaar nog een keer ga doen. Het antwoord is nee. Ik had wel iets meer verwacht van de Lifetime Series. Na de tweede wedstrijd zijn ze ook gestopt met uitzenden. Bijvoorbeeld zou allemaal live op televisie zijn. Ik had ook verwacht dat er iets meer, of dat er meer cohesie zou zijn binnen de rijders. Uiteindelijk was de afterparty wel leuk. Maar voor de rest hebben de renners elkaar weinig gezien. En je krijgt bijna dat er een soort... Er staat veel geld op het spel. De eerste team verdienen geld. Dat er bijna een soort rivalry komt. Terwijl je dat misschien helemaal niet wil hebben. Zeker niet om 41ste nog, weet je wel. Dus ik heb besloten om volgend jaar gewoon 2 goede trips naar Amerika te doen. Die ik zelf uitzoek. In plaats van alle 6 de wedstrijden af te gaan, zeg maar. Ja, volgend jaar ga ik meer focussen op Unmount nog. Die wil ik nog wel een keer echt proberen goed te rijden. Die is in begin juni. En voor de rest wil ik wel nog meer op avontuur. Thomas. En dan nog even iets. Deze auto die ik nu rijd. Benali of zo, zo'n GMC, bla bla bla. Is echt fucking snel. Onze auto volgend jaar van Unmount. Zeg die bril af. Even luisteren, Toe. Even luisteren.